zuiden van Nederland, op de grens tussen Brabant en Limburg, ligt al eeuwenlang dit gebied. De Peel, eens een ontoegankelijke woestenij, nu begaanbaar, voor een gedeelte als natuurreservaat. Uitgestrekte vlakten worden onderbroken door stille vennen. Het is er drassig en grillig in een samenspel van bodem, begroeiing, water en lucht. Duizenden vogels slaan hier hun vleugels uit. Het was een zonderlinge dag waarop mijn camera de Peel ontdekte, schrijft fotograaf Martin Koppes in zijn fotoboek Monsters van de Peel. Dat boek is speciaal gewijd aan dit gebied van de Peel. En dat dan ook als titel kreeg Monsters van de Peel, omdat dit, ja, in de Peel zitten zagen en over de Peel zijn heel veel zagen. En als je nou met die achtergrond, dus dat weten daarvan, rondloopt in de Peel, dan ga je, zonder dat je wilt, verbanden leggen tussen het een en het ander. En zo is dat ontstaan. Maar toch is dit niet het uitgangspunt geweest. Het uitgangspunt dat lag eigenlijk aan de Maas en de Oude Maas, waar de knotten werden gevonden die dat ook hadden. En dat is al heel lang voor de oorlog geweest. Ja, maar dit is dus gegroeid hier in verband met dit gebied waar we nu zijn. Dus de Grote Peel en dit ven. Ik herinner me nog zeer goed het boek, het eerste boek dat van me kwam, Rond de Peel. Dat ging over de mensen van de Peel. Dat is in de tijd besproken door Jan Engelman. En die had toen nogal bezwaren tegen die titel, want hij vond het onverantwoord rond de Peel. Maar het was juist niet onverantwoord, want in de Peel zelf, we zeggen wat ik Peel noem, er wonen praktisch geen mensen, dat Peelgebied is verstild en verlaten. En ze wonen allemaal rondom die Peel. Maar ze werkten vroeger in de Peel. Met gekromde ruggen staken ze turf. Een enkeling doet het nog wel eens, maar de tijd van de peelwerkers is voorbij. Ook van hen heeft Martin Koppes foto's gemaakt. Die vindt hij nauw verwant met zijn foto's van het landschap. Natuurlijk is er een verschil, een uitwendig verschil, een inwendig verschil. Eigenlijk niet, want die mens die werkt en het landschap dat werkt. Hè. Je zoekt ook in de mens niet de buitenkant, maar je zoekt hem daar helemaal. Dus zoals hij daar doende is en zich bevindt in het landschap. Maar toch eigenlijk ook niet alleen in het landschap staande en werkende, maar vooral als hij op zijn gemak zit, als hij op rust is, wanneer hij thuis is dus. En dan probeer je deze mens gewoon weer te geven zonder te denken aan de Peel, want de Peel die heeft op die mens een stempel gedrukt. En dan gaat het erom hem zover te krijgen, die man of die vrouw of het kind eventueel, of het jonge mens, dat hij zichzelf is. Dus dat hij niet meer een houding aanneemt, geen pose meer aanneemt, maar zich vrijblijvend geeft, overgeeft. Dat zoek ik. Voor mij is het belangrijker datgene wat ik erin vind, dan wat ik zomaar zie. Het gaat me niet om documentaire. Het gaat me om de dingen die op mij, die mij iets vertellen en die daardoor iets anders gaan worden dan ze in werkelijkheid zijn. Je kunt het natuurlijk niet helemaal precies zo zien, maar daar komt het wel op neer. Je maakt dus van een ding wat er is, maak je iets anders. De kunstenaar Willy Martinali doet dat ook, maar dan in letterlijke betekenis. Van turf en planten uit de Peel maakt hij schilderijen, beeldjes en wandkleden. Omdat hij in de Peel woont, groeit het materiaal hem voor de voeten. Hij heeft dan ook net zo lang gezocht tot hij er iets mee kon doen. In de schilderkunst wordt dus met allerlei plastische materialen gewerkt. En omdat ik dus jaren geleden eigenlijk straatarm was, heb ik dus eens een keer gevraagd aan een technische meneer, zou ik iets met turf kunnen doen? Ik ben dus als kind ook al veel in de Peel geweest, in mijn periodes. En toen heb ik net zo lang gezocht en boeken aangevraagd in de Koninklijke Bibliotheek, daar ben ik dus lid van. Totdat ik iets ging weten wat turf inhield, wat die was. En dat er looizuur in zat, en olie, en waar je voor gebruikt werd. En toen heb ik proeven gedaan, en het mislukte, en het mislukte steeds. En op den duur kwam ik erachter hoe ik het kon doen. En met kunstharsen, die ik dus bestelde in Duitsland, want die waren toen in Nederland nog niet te krijgen, heb ik dus een
een soort plastische massa kunnen maken die heel een ontzettende krimp heeft. Had ook, want daar heb ik ook weer iets op kunnen vinden, dus als ik het nu gebruik, dat ik er minder last van krimp heb. Maar dit is allemaal dus zonder penseel, gewoon met mijn handen gemaakt. En dit heeft dus te maken met ja, je hebt dus zoveel sages en legendes over Cleo, de witvrouw, onder andere, dat weet jij. Maar dit is dus een, van mij een soort oervorm uit de peel. Het veen, dat vind ik de grootste oervorm op ecologisch zeker goed gebied in Nederland. Je kunt een turfmassa maken in relief en gewoon wit overheen doen. Dan is het dus de structuur toch een turf. En hier is dus overal nog de bruine tinten zijn overal te zien. En hier zou je zeggen dat hier niks te maken heeft met turf, maar er zitten dus ook andere kleuren van andere planten in bewerkt, niet van veenplanten. En dan is dat een niet nader te noemen huid, dat weten ze gewoon. Je zegt, hé, hey, wat zou dat toch zijn? Dus de kleur ligt er bovenop, die is niet in de turf bewerkt. Dat gaat niet. De turf maakt de kleur kapot. De turf in eigen kleur, daar kun je stoffen mee werken. Het is Maria en de engel, want dit zijn vleugels. Dit zijn vleugels. Dit is Maria en hier hebben we het kindje Jezus. Hij sprong op in mijn buik. En dit is de engel, deze noemt Maria. Het is wel een rare engel, maar dit heb ik gemaakt. Ik heb een reis naar Macedonië gemaakt, als was ik nog maar 18 jaar. En in die kerkjes in Macedonië, daar hergen, maar dan niet zo primitief, muurschilderingen. En dat rood, dat trok mij toen zo. Want dit zijn ook mijn vingers hoor. Dat zijn gewoon mijn vingers allemaal. Dat heb ik niet met penseel gedaan. Turf, dus de plastische massa, kunst als een turf, dat leent zich heel goed voor, ook vooral voor oerbeeldjes te maken. Dan heb ik hier drie dingen en dat is wel niet zo oer. En ik vind dit ook helemaal geen kunst. Dat is al enkele jaren geleden, dat is een proef. En dit is dus gemaakt van klei, want ik moest dus ook een vorm hebben om het te proberen. En dit is turf, dat is ook heel duidelijk te zien. En dit is turf die niet bewerkt is. En dit is dus helemaal de krimp uit. Het is zo groot geweest. En dan is het zo sturf. En dat lijkt op een oud christelijk. Als ik het zo ergens zou liggen, iemand vond het, die zou niet snappen, wat is dat toch? Die zou misschien aan hier te komen vragen, wil ik, wat is dit toch? Is dat antiek? Planten uit het veen dus. Dat is dus de eik die groeit daar en de salix, de adderwortel en de spagnum. En ja, zoveel dingen. De erica, de hei. En bijvoorbeeld van de verfeik, daar kun je dus een oranje kleur uit halen. En dit is dus van de adderwortel, de verdonkerde bruin. Maar dat is een kwestie van een chemische toestand dat je de kleur omslaat. Willy Martinali gebruikt turf en planten uit de peel om zijn fantasie op uit te leven. Leo Kluitmans, amateur archeoloog, gebruikt daarvoor archeologische vondsten uit de peel. Het boeit Martinali en Kluitmans beide. Ik zag in mijn fantasie dus ook, niet zo erg als meneer Kluitmans, maar dat boeide mij toch. En ik denk dat de band is die mij dus met de peel verbindt. Dat geloof ik. Dit is Kluitmans, zo zie ik hem althans. Ik heb in mijn gedachten dit schilderijtje aan Kluitmans opgedragen. Het is dus het stelt een magier voor en ik zie in Kluitmans ook een soort magier. Niet een ziener, maar een magier. In zijn hoeve aan de rand van de peel bewaart Leo Kluitmans zijn vondsten. Ze houden verband met de ontdekking van een Romeinse helm in de peel in 1910. Daar kan ik eigenlijk een heleboel over vertellen. Maar om het zo vlug mogelijk en zo duidelijk mogelijk te brengen, moet ik me bepalen dat ik van jongs af aan hier in die archeologie terechtgekomen ben. Door toevalligheden die ik niet uit kan leggen nou. Maar in alle geval, die archeologie die heeft me tientallen jaren geboeid. Maar op een duur voldeed ze me eigenlijk niet. Het is wel heel interessant die voorwerpen te vinden en te verzamelen. En definitie aan te knopen. Maar het ging mij eigenlijk uitsluitend later om de mens achter zijn voorwerp. En ik zocht de mens ook onder die helm, die hem gedragen had. En daar ben ik op een spectaculaire manier achtergekomen. En dat is zo'n volumineus geval, dat kan ik natuurlijk niet nauwelijks gaan detailleren. En daarom heb ik het samen trachten te voegen in een boekje. En daar staat nu ook weer een uitbreiding van op het programma. Het boekje beschrijft hoe de drager van de helm over de zogenaamde Romeinenbaan de peel is ingetrokken. Dit is het begin van die Romeinenbaan, vroeger een aardenwal die dwars door het moeras liep. De Romein moet op zijn tocht door metgezellen het moeras in ingedreven
en is daar vermoord en achtergelaten. Dat ziet Kleitmans nog voor zich. Dat is gewoon voor een gewone sterveling bijna niet te omvatten. Maar hier, in deze sfeer, kom ik steeds onder de ban van de Romeinen. Ik zie ze waarachtig nog rondtrekken, zoals ze vroeger hier met legioenen overopgetrokken zijn. Er hangt iets, een bepaalde kracht of iets, dat sommige geesten zich hier nog bevinden. Het lijkt wel onzinnig, maar het is een werkelijkheid. De Bijbel staat ook in. En dan zoekt die geest dorre streken op. En de peel is wel een uitermate dorre streek. Die wel geschikt is daarvoor. Op de andere delen van de wereld ook wel. Maar hier komt alles schijnbaar samen in een unieke positie. Want die hebben zich aan mij gedemonstreerd als letterlijk, als een werkelijkheid. Het schijnt zo te zijn. Nu, het is zo dat er de macht en de antimacht, zo noem ik die krachten, dat die in een conflict verwikkeld zijn en dat de mens daar een enorme rol in speelt en dat er mensen zijn die nog naar links, nog naar rechts voldoende bezitten om de schaal te doen doorslaan naar die kant of die kant, dat die, zal ik zeggen, onder de macht komen van een bepaalde greep waar ze bijna niet uit kunnen. Dat is voor mij absoluut bewezen. Deze steen, daar is hij mee vermoord. En dat is voor mij het bewijs dat het gebeurd is op een afschuwelijke manier. Hij is met stenen bekogeld, want ik heb meer stenen hier gevonden, maar deze is de voornaamste. Met deze heeft hem de genadeslag toegebracht. Hoewel hij al gewond was door de aanvallen, door lanssteken en andere slagen. Maar ik weet en ik voel steeds zijn aanwezigheid. Het is werkelijk een genoegen en een pracht om met een geest, een persoon die een geest is, contacten te hebben en mee te leven.